We gaan een banketbakkerskroket maken met grijze garnalen. Goedemorgen. De doppen, die had ik al in de zakken gedaan. Triots garnalen. Ik krijg de doppen van meneer en mevrouw Tom erbij, want daar trekken we een bouillon van. Ja. Wij gaan nu even de garnalenbouillon trekken. Daar hebben we voor nodig 1 shallotje, 10 gram roomboter, water en de doppen. We gaan die boter even laten smelten. Ondertussen snij ik het shallotje. Dat wordt straks toch allemaal gezeefd, dus dat hoeft niet heel fijn. Nou, dat fruiten we even aan, dat het glazig is. Doppen erbij. Kijk, ik heb hier ruim 1 liter water. De doppen staan nu net onder. Dit brengen we aan de kook en dan gaat het gelijk af. Na afkoeling zeef je het, de doppen en de stukjes ui, die verdwijnen in de vuilnisbak. Hier is een deel van die hoeveelheid en die ga ik nu even afwegen. Dat doen we heel precies. 1/4 liter bouillon en 1/4 liter melk. 80 gram boter. Smelten en bruisen. Een garnalenragout moet blank zijn, dus wij laten dit niet bruin worden. We hebben hier 100 gram bloem. Hier gaan we een roux van maken. Hoeft niet heel snel te roeren, maar wel de bodem vrij houden dat het niet aankoekt. Straks met het vocht erbij maak ik het weer gaar. Maar als ik het 2 keer doe, dan sluit ik uit dat er een goed ongaar is. Kijk, de roux bruist. Zo. Ik heb hier de 3 gelatineblaadjes. Dit weken we in koud water. We gaan nu de garnalenbouillon bij de roux gooien. Terwijl wij dit gaar laten worden, staat die gelatine te weken. Daar komt hij al. Hij wordt al dikker. Hij begint nu te binden. Hij wordt vrij stevig. Toch is het heel belangrijk dat alles afgewogen is. En dan geef ik eigenlijk indirect gelijk al een antwoord waarom dit bij een banketbakker thuis hoort. Zelfs niet meten, maar wegen van het vocht. Alles wegen tot op de gram. Want een kroket kan niet de ene dag te slap zijn en de andere dag te stevig. Kijk, hij puft. Proef het even. Helemaal goed. Hij gaat eraf. We kunnen hem nu af gaan maken. De gelatine is inmiddels geweekt in het koude water. Die gelatine die gaat er doorheen, want ik ga hem straks veredelen met eidooiertjes en room. Dus die ragout wordt slapper. Als je die gelatine er niet in zou doen, dan zou die te slap zijn om te scheppen. 50 gram slagroom. Die dooier die zorgt voor een mooie warme kleur. En het heeft natuurlijk ook een functie dat ik dat eiwit straks nodig heb. Want het is gewoon een heel klassiek verhaal. De dooiers erin, het eiwit eromheen. Eerst de room, dan koelt die ragout weer een paar graden af. Zou ik beginnen met de dooiers, dan zouden ze kunnen stremmen en dan krijg ik stukjes dooier. Dat willen we niet hebben. Nu ga ik even wat citroen over de garnaaltjes sprenkelen. Dan merk je dat dat echt iets toevoegt aan zo'n recept. Het krijgt iets fris. De garnaaltjes. Prachtige, mooie, grote garnalen. Als laatste gaan we nu de platte peterselie even hakken. Vooral de peterselie niet in een vroeger stadium bij de ragout doen. Want anders krijg je groene ragout en de peterselie verliest zijn kleur. Dit is hem dan. De ragout gaat nu in een schaaltje en gaat rustig afkoelen tot de volgende dag. We gaan nu paneermeel maken. En dit zijn natuurlijk gewoon de boterhammen. Die heb ik wel degelijk even in de oven gedroogd. Ze hebben een lichte tint. Het is heel primitief. Kijk, ik heb hier een zeef. Daar gaat het in.
Het stof valt er doorheen. Het grof blijft over. We gaan nu de kroketjes in het stof rollen. Noem dat een van de geheimen van Holtkamp. Ik maak voor deze keer kleine kroketjes, dat vind ik wel zo leuk. Dit is de ijsknijper nummer 50. Dan krijg ik een kroketje van ongeveer 35, 40 gram. Ik rol even, mijn handen moeten schoon blijven. En ik maak er een klein sigaartje van. Dit is typisch het model van een banketbakkerskroket. Even rollen. Een kort, dik kroketje. Nu kom ik met het grove paneermeel. Ik pak er nog wat bij. Zo. Ik heb hier het eiwit wat overgebleven is van de dooiers. En daar zijn er nog twee aan toegevoegd, zodat ik even voldoende heb om door te halen. Voor de veiligheid doe ik een klein schepje bloem in de schaal. En ik klop geleidelijk aan het verse eiwit door de bloem. Eventjes familie maken. Nu de rest. Nou ga ik vervolgens de kroketjes in het eiwitbadje leggen. Even eraf tikken. Zo. En door het grove paneermeel rollen. Dit is het paneermeel waar wij als firma mee werken en ik vind dat ik dat ook moet blijven doen, ondanks de problemen die ik heb om dat thuis zo te proberen te bereiken. Wat je nu hoort, dat noemen we praten. Daar zijn speldenknopjes ragout die eruit willen. En dat is niet erg. Zou je deze kroketten nog een paar uur rust gunnen in de koeling, dan zal dit minder zijn. Ze liggen los van elkaar. Dat is heel belangrijk. Een grote kroket is 3 à 4 minuten. Een kleintje, 1,5, 2. Ik vind ze zo goed. Kijk, ze zien er natuurlijk prachtig uit. Hè? Je hoort het, hij is krokant. Dat is een voorwaarde. Ik kan het eenvoudigweg niet laten, ook als ik in gezelschap ben, om bij andere mensen de kroket even overlangs door te snijden, zodat ze de vulling kunnen zien, de glans. Want als je er zo van hapt, dan krijg je, of als de ragout mooi zacht is, dat het over je kleding gaat, dat is één. En je ziet niet wat je eet. Dus je ziet hier de glans, de hoeveelheid garnalen, de helder groene peterselie. Dit is het en meer kan ik er niet van maken. Heb je trek in nog een video? Er staan er ruim 1200 voor je klaar. Abonneer je op het YouTube kanaal of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je wekelijks op de hoogte van nieuw materiaal.